de wereld. Ik wil eraf naar een andere planeet. Stop, stop de wereld. Ik wil eraf, want de grond wordt hier te heet. Ik wil vluchten een brug, maar ik kom hier echt wel terug. Stop, stop de wereld. Stop, stop de wereld. Stop, stop. Hey, hallo allemaal en welkom bij het eerste deel van deze 24 uur special. Oké, jullie zien het al direct, Tekkit. We gaan het erg leuk hebben. Maar zoals ik al zei, Tekkit is dus het eerste wat wij doen voor onze 24 uur special. Het gaat zo leuk worden. En ik heb trouwens wat berichten ontvangen. En voor de 24 uur special, hetgene wat het meeste gevraagd is, is Tekkit. Eigenlijk. Ook door Rick en zo. Ook hun hebben antwoorden gegeven. Alleen hun hebben dat niet gedaan bij de video. Hun hebben het echt tegen mij zelf gedaan. En ik wil gewoon Tekkit Classic zien. Het grootste gedeelte dus. Ja. Daarom komen dus van Tekkit Classic iets meer sessies. Ik denk de sessies van dit. Dit wordt er ongeveer 8 van Tekkit Classic. En dan zie ik wel hoe ver ik het aan kom met heel Tekkit. Met wat ik allemaal neergooi en zo. En ik heb hier een heleboel schapen, dat is ook mooi. Ervan nog toch koeien of zo? Ik denk het niet. Ik heb met 3 schapen killen, want ik wil ook graag alvast een pet hebben. Voor mijn uiteindelijke tripje. Shit. Hallo. Bedankt. Is dat een schaap van? Ik had het met gehad. Ik kan het niet eens meer zien. Oké, schaap. Die. Muis is trouwens niet helemaal goed meer. Oh. Ik moet echt een heel nieuwe muis hebben. Oké, dankjewel schaap. Maar wat gaan we allemaal doen? Ik ga jullie meenemen in een aantal dingetjes in Tekkit. Ik heb een bericht, 2 berichten. 3 berichten op Skype. 3 net achter elkaar. Dus ga ik wel even kijken. En 1. Ja, de eerste sessie die is nu bezig, dus heb ik even door, moest ik even doorsturen. Dus ik heb niet doorgestuurd, ik ben niet gediend van enig, van enige woorden, dat heb ik natuurlijk niet. Er gaat trouwens een reunie komen met groep 8. Ik ga kijken of de camera's van de set mee kan nemen, van Osiris. Ik heb het trouwens al geregeld, als de set alweer opgebouwd is. Dan mag het als die, als die nog niet opgebouwd is, bedoel ik, als die wel al opgebouwd is, als echt alles al klaar is, mag ik de camera's waarschijnlijk niet meenemen, maar de kleine sabotage kan wel eens in de studio gebeuren. Ik heb het zelf al, nu ik toch bezig ben, ik heb de hele set al 3 keer gesaboteerd. De oude set dan tenminste. Want we zitten nu natuurlijk ook weer met die compleet nieuwe, daar is... Maar daar zitten we nu redelijk veel mee te kloten, om dat allemaal goed te krijgen. Compleet nieuw gebouwd natuurlijk. Dus ik zit nu gewoon thuis, ik zit niet in de Osiris studio. En wauw, dit ziet er echt mooi uit. En we hebben hier ook direct kool. En, heel mooi, dat witte. Hoe noemden we dat ook nou ook weer? Ik ben echt een heleboel dingen van Tekkit ben ik gewoon kwijt in mijn hoofd. Marble, hoe heet het? Sorry. Ik vergeet echt een heleboel de laatste tijd. Maar, ja. Waar ik dus het meest blij om ben, is dat alles nu ook afgelopen is tussen mij en Isara. Er kan niks meer fout dus gaan. Ik ga natuurlijk niet echt alles aan jullie vertellen. Ook niet de fijne details van wat er precies allemaal gezegd is en zo, wat er precies gestuurd is. Ook dat hou ik gewoon echt voor jullie verborgen. Dat is iets waar... Ja, daar hebben jullie helemaal niks mee te maken.
Dus dat ga ik ook allemaal niet doorlopen sturen. Ook niet in dingen of zo. Sommigen weten wel ongeveer wat er aan de hand is. Ik kan alleen zeggen dat er een kleine ruzie is. Een kleine, enorme ruzie. Maar... ja, dat zit wat ik erover wil vertellen. Wat ik ook... ik ga ook echt niet meer zeggen. Dat is gewoon te... ik bedoel, dat zijn ook dingen die met mijn privé te maken hebben. En ik praat gewoon liever over TechKit, omdat we dat nu ook gewoon doen. Tja. Oké, wat is het eerste wat we nog voor de rest nodig hebben van ORS? Dat is ijzer, uiteraard. Nou ja. Wacht, we hebben hierboven ook nog eens een lavapoeltje. Echt boven de grond. Ik zie het nu pas op de minimap. Waarom is die minimap trouwens zo klein? Linksbovenin is ook nog iets met lava. Hij is zo klein dat ik hem nu op 0.5 heb staan. Dus wat dat precies betekent is dat hij uitgezoomd is. Dat ik hem heb uitgezoomd op de originele grootte. Originele grootte is 1.0 en ik heb hem dus gewoon op 0.5 staan. Dus dat is wel goed. Dan kan ik tenminste ook wat meer zien van de map. Dan kan ik mijn huis eerder terugvinden en zo. Ik moet wel weer een beetje gewend raken aan de controls, want de controls van Minecraft, tenminste in Minecraft, is toch nog net iets anders. Bericht. Uit het gesprek. En Maurice, zijn microfoon is kapot. Goed zo, Maurice, heel erg goed. Wauw. Oké. Okay. Nog een bericht. En we hebben hier nu koper. Nice. Van Nick, van het Rage Tag. Er is ook weer iets in de nieuwe Technic Launcher. Ik doe dit trouwens nog via de oude Technic Launcher, want de oude Technic Launcher die is voor mij iets compacter met Tekken en zo. Die heeft tenminste ook nog alle gegevens. De nieuwe heeft dat bij mij niet. Want die heb ik namelijk onder een heel ander mapje staan, dus... en om alles te verplaatsen heb ik ook geen zin in, dus... ja, aan de Technic Launcher ga ik hiervoor gewoon gebruiken. Voor de nieuwe gebruik ik gewoon de nieuwe modpacks. En alles wat hierin ook zit in de oude, dat ga ik gewoon voor de oude gebruiken. Dat lijkt me ook iets compacter, dus... goed, wat vinden jullie er trouwens van dat alles nu over is tussen mij en Isara? En wat... ik vraag me echt af wat jullie ervan vinden. Echt serieus. Niet vaak vraag ik dat soort dingen, maar... en ik ga alsnog niet de fijne details doorgeven, dat is gewoon te... nou ja, de details waren niet echt fijn, maar niet voor mij in elk geval. Ik weet niet of het voor jullie dan wel fijn is. Ik denk het wel, want een aantal weer... tenminste, voor sommigen. Want ik weet dat sommigen uit de klas het ook wel eens kijken en... die kunnen het beste, dus... but that doesn't care. En mijn pickaxe is nu dus dood, dus ik moet... serieus mezelf hier nu uit gaan redden. En het heeft me gelukt. Ik heb mezelf gewoon uit de cave gered. Maar goed, wij gaan verder op avontuur. Wij gaan hier omheen. Ik heb nog niet eens kobbel verzameld, wauw. Zand, daar gaan we ook in nodig hebben, want we hebben natuurlijk sommige dingetjes die met glas werken. Sommige van de machines werken tenminste met glas. Ik heb flint nodig. Flint, heb ik dat al? Nee, ook nog niet. Wauw, het lijkt alsof er zelfs een spleet zit. Nee, hier is niks. Nou, er is nog iets van een soort cave of zo in hier ook weer. Daar ga ik niet voor. Ik ga echt... oeh. Dammit. Ietsjes verder. Ik moet... ook langs hier. Oh yeah. Hier ruik ik toch echt zo van. Hier kan je zoveel vinden.
En ik... Rubberboom. Mooi. Ah, oh, dit is gewoon echt geweldig. We hebben gewoon al... We hebben al een aantal dingetjes die met Tekken te maken hebben. Of die we er echt voor nodig hebben. En dat was eigenlijk een best riskante sprong. Maar ik heb hem gewaagd. Oké. Ik wil nu de saplings graag. Oh, yes. Sugar canes. Oh, wauw. Dan nog een paar rubberbomen. Iets dichterbij deze rubberboom. Misschien is al iets zo'n sapling gevallen of zo. Ja, één sapling. We hebben sowieso al één. Maar het begint nu een beetje donker te worden. Dus ik denk dat ik hier eventjes een klein dingetje moet maken. Een klein gebouwtje. Ik heb het ook echt voor staan. Ik weet een beetje een heel erg klein huisje. Maar dat moet nou eenmaal. Oké. Okay. Nou, fijn. Even dit helemaal blokkeren. Oké. Zit in de duisternis. Die ligt hartstikke donker. Dat moet ze echt gaan oplossen. Ik heb nog twee van die. Nee, drie zelfs. Wat ga ik doen? Ik ga gewoon dit hier breken. Snel het hout pakken. Dan kan ik daar ook nog sticks van maken. Dan kan ik misschien nog iets meer. Dan. Tja. Doe het even link. Laat ik alvast dit gaan doen voor de vloer. Doe nog even snel het hout verzamelen. Ik kan me in ieder geval schelen als ik maar gewoon ietsjes, een heel klein beetje hout heb, gewoon even van die rubberboom, dan kan ik mezelf wel een klein beetje redden. Dan kan ik al een bed maken en zo en al die shizzle wizzle. Dat lijkt me toch ook echt belangrijk. Oké. Dus dan, normaal gesproken kun je er ook wel eens iets van rubber van krijgen hoor, van zo'n boom. Torts up. Nu. Alright. Kijk eens aan. Dit is wat ik wilde. Die daar. En dan tukken. Ah. Oké, okay, jongens, we hebben de eerste nacht gewoon al overleefd. Dit was serieus maar gewoon de eerste nacht. Nu hebben we echt met vlag en wimpel gewoon overleefd. Ik ben wel echt hartstikke blij mee, want dat betekent ook gewoon... Ja, dat betekent dat ik dit in ieder geval niet opnieuw hoef te doen. Nou, dat zou ik sowieso niet doen, maar goed. Er is veel te veel verteld. Er zijn ook al haast 20 minuten voorbij. Ik ga wel letten op de tijd van hoe lang heb ik nog. Ik ga ook letten op hoe vol mijn laptop is. Ik heb al direct meer hout nodig. Oh, mooi. Maar sommige dingetjes die kunnen dus echt heel erg veel ruimte in beslag nemen. Sommige bestanden. Oh, en de man. Oh, appel. Lekker dan. Oh, trouwens, nu is het nog hout. Nu is het nog ook eten verzamelen en zo. Later is het ook voor mij niet meer. Oké. Okay. Nu
Nu is het steen verzamelen direct. Serieus, Kip. Hai! Dat is ook een stap eten verzamelen. Bericht op Skype. Oh. Nick weer. Oké. Okay. Een snelle oplossing om hier naar beneden te komen. Ja, die is er. Dit moet lukken. Dit gaat ook lukken. Eén stap. Juist. Oh jee. Nou. Maar stop dat anders. Stop dan daar. Mijn best. Dit is echt geweldig. Er zit... Ah, jammer. Oh, wacht. Gaat hij nog verder door naar beneden. Oké, 42. En zit hier gewoon nog eentje direct in. Shit. Ah, dat had me dood kunnen betekenen, joh. Godsamme. Oké, ik ga snel maar voor een stenen tool zorgen en daarna voor houten. Alleen ik ga het steen wel ietsjes hoger hakken. Ik ben echt blij dat het waarschijnlijk gewoon ergens tot diamond niveau of zo. Dus. Oh, mooi. Voor furnace zometeen ook zorgen. Nou, dit gaat al lekker. We hebben echt al een heleboel verzameld. We hebben de eerste nacht overleefd. Twee van deze dingen in één. Echt een soort kruis zit het gewoon. Dat vind ik echt, zo mooi. En er is eentje is helemaal niet diep. En dan kan je gewoon... normaal gewoon wat normale spullen vinden. En dan heb je ook nog gewoon een hele diepe waar je gewoon diamonds en zo kan zoeken. Oké, hoeveel heb ik? Ja, er moet meer worden. Serieus. Maar dat komt nog wel. Wij gaan nu helemaal terug omhoog. Ah. Maar de ene zit gewoon echt onder de grond. En de andere zit gewoon net nog boven de grond. Dat is het mooie eraan. Oké. Okay. Saplings. Mooi. Nodig. Heel erg hard. EMC. Eigenlijk was dat laatste was best droog voor mij. Ik ga gewoon alleen voor de EMC. Oké, ik ga kijken of ik dit... ga ik uiteindelijk nog heel erg veel verbeteren natuurlijk. Maar nu is het heel eventjes dat ik... een furnace moet hebben. Juist. Even snel dat regelen, ook als eten en zo. Ik heb echt gewoon eten nodig nu. Dan ga ik zo meteen dit huis gewoon veel verder extenden en zo. En kan ik daarna kan ik eigenlijk beginnen aan het echte werk. Eerst heb ik hier een goed huisje. We hebben nog een deel voor de vloer hebben we al. We moeten sowieso altijd eentje overhouden. Oh, gewoon omdat ik dan meer kan maken voor als ik ooit een keertje een gebouwtje ga extenden of zo. Ik probeer altijd aan mijn rekening te houden dat ik dat dan ook gewoon doe. Oké. Okay. Wat ik niet nodig heb, doe ik in de chest. Op het moment niet nodig heb. Eentje. Zo. Dan dit. Nee, wacht. Dit is een bouwmateriaal die ik sowieso nodig ga hebben. Oké. Okay. Laten we beginnen. Dan leef ik uiteindelijk een beetje hier naartoe. Dan haal ik deze twee weg. Dan ga ik dat vastmaken aan het water uiteindelijk nog. Met fences en zo.
En dan kan ik ook nog iets doen met het water. Dan dit. En dat gaat dan. Zo. Oké. Okay. Dit is alvast een klein deel van het plan. Tja. Nu dus deze muren weghalen. Ah, ik moet echt een pickaxe maken. Ik moet echt een axe maken. En stenen axe en een stenen pickaxe. Hoeveel stok heb ik nog? 2, oké. Okay. Weet je wat, ik ga gewoon direct mijnen. Dan doe ik even nog de oude stenen mee. Wat een vlees. Oké. Okay. Dit is ook allemaal omdat ik het nodig heb. Ik heb... Kool doe ik gewoon met deze pickaxe natuurlijk, die ik nu in mijn hand heb. De houten dus, maar als we nog helemaal iets van ijzer of zo gaan meenemen. Dan ga ik het gewoon echt doen met de stenen. Dan pas ga ik de stenen gebruiken. Dus ook gewoon om ervoor te zorgen dat ik altijd meer stenen ook nog kan meenemen. Nee meer het spul. Maakt niet uit, jullie begrijpen me vast zeker wel, hoop ik, denk ik. Oké. Kom aan, ben bijna bij wat koper. Oh ja, achievement cat, nieuw oor miner. Ja, dit is een hele nieuwe oor. En ik mijn het. Want het is gewoon hartstikke mooi. En we hebben het nodig natuurlijk ook uiteindelijk voor copper cables. Want hetgeen waar wij mee gaan beginnen is IC2. Oftewel Industrial Craft 2. Waarom doen we dat? Die machines begrijp ik het meeste. Wauw, dit ziet echt zo mooi uit. Ik moet gewoon hier gaan staan en dan kun je daar een creeper ook nog achter zien. En boven een mushroom, daar rechts wat ijzer. Ik had ineens even lag spike of death. Oh, oh wauw, 1 kool maar. Kleine cave. En ik ben het ook weer torchen vergeten. Oh mooi, hier kan ik ook direct wat marble vandaan halen. Ik weet dat ik de ijzer had gezien aan de andere kant, maar... Ja, maar we zijn ook nog wat met dat dingetje bezig voor het huis. En hier is het ook ijzer, dus... Maar kijk, nu is pas hout op. Tweede hout eigenlijk, dus... Heel goed. We zitten nog niet op de helft van de tijd. Nog niet. Oké, okay, hier is helemaal niks. Wacht, ik ga ook speciaal voor jullie mijn brightness wat omhoog halen. Of gewoon volledig zetten. Ik weet het, brightness staat bij mij altijd uit. Maar ik kan het ook enorm hard daardoor gaan lijken, dus. Handig. Dat kan ik nog niet meenemen. Zombie. En wat koper en ijzer neem ik ook direct even mee. Oh, ik ben echt blij dat ik het gewoon allemaal kan vinden. Wat het allemaal eigenlijk nog meer voor sessies gaan worden die hierin zitten. Van spellen of zo. Ik denk dat ik ook heel even... Ja, 1 uurtje Summertory Dreams. Geloof me, er gaat 1 uurtje van Summertory Dreams komen. Die ga ik ook waarschijnlijk vandaag wel opnemen of zo. Maar dat is ook gewoon het beste spel ooit. Dat is gewoon zo'n raar spel. Als jullie niet weten wat Summertory Dreams hebt, is... zoek op mijn kanaal The Donker Games op Spiel 090.
Spionschrijfproducties in Elmer, kan ik zeggen. Zoek de Drunk Games aflevering 1 op, of aflevering 5. Het liefst aflevering 1, want daarin, dat was gewoon gestoord. Deed ik toen met Rick, met hem ga ik waarschijnlijk ook nog wel iets van AQ hiervoor doen of zo voor deze, ja, voor deze special. Want dit is ook gewoon heel erg speciaal, het is een hele speciale special. Terraria, samen met Rick, gaat ook nog komen voor dit. Ik heb gisteren heel even Terraria met Rick gespeeld, toen ook die video opgenomen. Dat die Shoutout eruit is gegaan en zo. Ja, dat is ook gewoon allemaal op dezelfde dag gebeurd, hè. De video is opgenomen op dezelfde dag dat ze eruit is gestapt. En ook nog even op dezelfde dag geüpload. Dus, ja, dat is allemaal... Ik moest het gewoon vertellen aan de kijkers. Dat soort dingen gebeurde gewoon. Ik heb mijn laatste excuses daarin aan haar aangeboden en... Ja, ze wil geen vrienden zijn, nou ja, oké. Geen vrienden meer zijn. No. Het is zoals zij het wil. Dan komt het maar nooit goed. Want ik kan niet meer op dit moment. Ik kan niet meer dan sorry zeggen. Ik kan niet zomaar bij haar langs gaan en... En ja, ook gewoon mijn arm er nog maar één leggen en zo. Dat kan gewoon niet. Want stap 1. Ik weet eigenlijk exact de woonplaats niet. En stap 2, dat is toch gewoon een beetje te... Stap 3, het is heel erg ver rijden. Dat weet ik nou al. Want ik bedoel, zij woont in Houthalen en ik in Rotterdam. Klein beetje grote afstand misschien. Oké, we moeten terug naar boven, wij moeten slapen. Oh wauw. Die daar weghalen, oké. Ik probeer tijdens dit ook gewoon helemaal niet dood te gaan, dat is gewoon te. Als ik dood zou gaan, dan ga ik echt niet rage quitten, maar ja. Laat ook nog ijzer, mooi. Ik neem alleen dit nog wel even mee, want het begint ook nacht te worden. Door de brightness vind ik het altijd zo lastig om te zien of het nacht is of niet. Maar ik weet gewoon dat het wel is. Hoe weet ik dat? Omdat er een zombie in mijn route omhoog zit. Ja, een zombie, wat nu? Hè? Ik moet verder omhoog. Oh yes, ik ben terug op het land. Oké, onze tijdelijke verblijfplaats. Dit is ook gewoon echt tijdelijk maar. Hè. Tweede nacht al, wauw. Over 2 minuten zit ik al op de helft van de tijd. Dat had ik echt niet verwacht. Oké. Okay. Wat hebben we nu allemaal nodig? Wij hebben nu echt hout nodig. Maar hetgeen wat ik nu nodig als eerste ook nog nodig heb is... Sowieso alvast... sowieso moet ik alvast even dit weghalen. En dan op die manier mijn huis zo meteen extenden. Oh. Oké. Okay. Hier moet dus een dubbele deur komen. En hier ook nog een gewone deur. Dat kan ik wel. Eigenlijk niet. Ik kan alleen maar 2 deuren maken, dus. Dat is het alvast gedeelte. Oké, mooi. Nou, dit gaat er al best goed uitzien, vind ik. Die er ook even weghalen. Oké, wat we nu moeten doen is heel even snel handelen, vooral.
Dat zoveel mogelijk bomen omhakken. Graag die niet in het water staan, we gaan gewoon daar naartoe. Daar staan bomen gewoon heel simpel op het land. En die hebben we gewoon veel makkelijker dan ook. Oké. Nou, deze boom is natuurlijk alvast weg. Het liefst zul ik een beetje de kleine bomen als eerste weg hebben. Omdat die gewoon ook veel makkelijker zijn. Die leveren wel... Kijk, ik weet dat die minder hout opleveren, maar die zijn wel een heel stuk verdediger. Ook al voor mijn axe, dan hoef ik ook minder leaves te breken. Nou ja, minder houtblokken te breken. En dan zijn er gewoon al snel bomen weg. Alvast een open ruimte. Ik kan hier misschien de quarry dumpen ofzo, die ik uiteindelijk wil hebben. Oké, deze boom wegwerken. Oké, mooi. Oké, we zijn nu 40 minuten al... Nee, 41 minuten al bezig. Nee, 31, sorry. Wat dan? 10 over. Als ik een minuut 39 ben begonnen, dan ben ik inderdaad al gewoon nog meer dan een half uur bezig. Wacht, ik moet 1 minuut... ik heb nog 30 minuten. Oké, 29, maar goed. Wat maakt die 1 minuut nou uit? Eigenlijk een heleboel, want dan weten we of we de volgende sessie ietsjes korter moeten houden. Ik denk dat de eerstvolgende sessie die Cemetery Dream zal worden. Het is, maar dat is echt zo'n vaag spel. Ik meen het serieus. Kijk, staan een echt grote boom. Oké, mooi. Ik snap nog steeds niet wat deze saplings verdienen, wat daar nou precies uitkomt. Of zijn dat die andere soorten bomen? Zijn dat die lichthout dingen? Wacht, sap. Oh ja. Ja, het zijn eigenlijk die. Ik dacht dat die waren. Ik vatte het al niet. Ik dacht van, dat zijn nou dan vreemde saplings. Die heb ik nog nooit gezien, maar... Ja. Soms. Gaat oud. Cool, we hebben je eten nodig. Heb je... Hallo. Ren dan niet weg. Stom beest. Nou ja. Er is niks op Skype, denk ik, hoop ik. Nou, mijn axe is al bijna gebroken, dus. Ik weet, ik werk mezelf gewoon echt door de leaves heen met mijn axe, dus. Beetje slecht eigenlijk, maar maakt me niet veel uit. Daar ging ze net mijn axe. Ik haal alleen nog even deze boom weg. Oh, ik heb trouwens maar die informatievideo dat Isaura wegging bij CSB. Eigenlijk had ik er nog iets anders qua muziek onder moeten zetten. Namelijk het nummer Regenboog van Spring. Dat heeft ook wel een klein beetje te maken. Niet echt ontzettend veel, maar... ja. Een deel van het nummer klopt wel met wat er precies is gebeurd. En ik moet het ook nog voelen en zo... Ik bedoel, soms hoor ik haar inderdaad nog wel praten in mijn hoofd. En dat is ook echt het begin van het nummer. Nou, lachen is echt heel soms toch maar, dus. Ja, jullie mogen best weten hoor, dat allemaal, dat ik dat eigenlijk onder had willen zetten. Oké.
Maar dat is iets dat ook standaard gebeurt en zo. We moesten ons ook houden aan de outro en zo met die muziek, dus... Ja, vandaar dat het onder andere niet erin gezet is. Oké. Let's go. Een dak. Het begint al goed af te raken. Ik heb gewoon een hele stack hout al verspild. Dus het al gebruikt. Dus meteen eerst even het witte hout afmaken. Zo. Dat gaat ook wel goed. Natuurlijk zit ik nog wel met hetgene dat... Ik had daar met. Yep. Dacht al, ik heb nog niet genoeg hout gedaan. Volgens mij ben ik daarmee wel klaar. Als ik daarmee ook nog eens de deur goed krijg... Ja, oké. Naar de deur. Mooi. Oh, je krijgt hier 4 marble bricks per keer van. Oh, mooi. Oké. Even alle deuren neer gaan zetten. Zo. Damn it. Oké. Alle dirt weghalen onder de... Tenminste, die nu op de plek van de vloer staat. Ah. Ik zeg trouwens ook nog in die andere video, nou wacht, dat kunnen jullie toch allemaal niet horen, maar... welke series willen jullie dat erbij komen vanaf dat het nieuwe jaar van CSP start? Want dit is natuurlijk de jaarspecial. De 24-uur/jaarspecial. Als jullie echt nog leuke ideeën hebben ofzo die wij erin kunnen zetten, dus laat het ons gewoon weten. Wij accepteren het. Wij doen dat soort dingen wel. Als er echt leuke ideeën tussen zitten, dan doen wij dat ook gewoon. En ik weet dat jullie leuke ideeën kunnen verzinnen. Het begint al een beetje nacht te worden. Die deur dicht. En slapen. Slaffen. Oké. Wat nu? Oh, wauw. Oké. We hebben nu wat meer marble nodig. Nou, het eerste wat ik dus ga regelen is... nog wat meer spul. En dan ga ik zo meteen ook alvast gaan... Ja, mijnen en zo voor diamonds. Eigenlijk had ik nu best een tree tap maken, die andere twee bomen even inspecteren. Op rubber. Dat zag ik als eerste doen, want we hebben rubber al direct nodig, gaan al zometeen al zorgen voor kabels. Nou, ik ben wel... Dit is echt hartstikke leuk om te doen, altijd.
Met al die machines en zo. Het geeft echt een heel goed gevoel om met machines te werken bij mij. Oké, eerst waar we zo meteen voor gaan is een macerator. En daarna direct voor een low voltage solar panel. Eigenlijk een gewone solar panel en dan gaan we onszelf via de solar panels opwerken. En dan gaan we naar de low voltage, dan gaan we wat meer low voltage aanmaken en zo. En ik ga het waarschijnlijk, uiteindelijk ga ik je low voltage automatisch laten doen. Ik bedoel, ik weet dat dat kan. Kom aan. Mooi. Alright. Ik heb natuurlijk niet genoeg rubber op het moment. Ik heb er namelijk minstens 6 nodig, dus. Nou. Ik haal ze ook maar direct om. Want soms kan je daar ook nog rubber krijgen. Dat is heel erg soms, maar het valt te proberen. Ik doe het zelf heel vaak. Meestal als ik geen zin heb om bijvoorbeeld een tree tap te maken. Plus van rubberwood kan je nog dingen krijgen. Hier kijk. Dat was sowieso 1. En 1 rubberwood is als je die in een extractor stopt. Evenveel waard als gewoon 1 sticky resin die je in een furnace stopt. Oftewel je kan van 1. Van 1 zo'n rubberwood. Kan je 1 rubber krijgen. Heb je ook met rubber tree saplings hoor. Dus. En dat is hartstikke handig. Eerst heel even. Dan ga ik daarna beginnen met het rubber. En eigenlijk moet ik nu in de buurt. Echt heel erg dicht in de buurt. Of gewoon plein. Gewoon even die planten. Kunnen we ook dat krijgen. Zo kunnen we meer rubber. Als eerste de saplings nu. Nee, die dingen, de rubber. Ah, dit gaat gewoon goed worden. Dan kan ik hier ook nog even wat meer bomen planten. Ook allemaal zodat we uiteindelijk wat meer hout hebben en zo. Dus daar is ook nog steeds een ingang die ik kan gebruiken. Oh, wauw. Oké, 3 rubber. Nee, 3 koper. En dan hebben we nog 3 nodig. Oké. Mac. Zal ik het gaan opzoeken, dan komen we vanzelf uit bij de macerator. Nee, ik heb de rechtermuisknop gedaan, sorry. 2 cobblestone, 1 meshing block, electronic circuit. 2 redstone en 1 refined iron. Dus hebben we sowieso 9 refined iron nodig. Leuk is... dat we er gewoon direct 14 gaan doen. Dus gewoon even zorgen voor 14 refined iron, dan komt alles even goed. Ik heb een nieuwe chest al direct nodig. En ik word geroepen, dus beste kijkers, ik ben zo terug. Oké, daar ben ik weer. Sorry. We hebben al 3 refined iron, mooi. Oké, het is namelijk voor de redstone en zo zorgen. Ergens nog hier iets waar ik in kan. Oh ja, wacht hier. Eigenlijk is het best droog, maar ik spring gewoon echt. Ik spring gewoon naar beneden alsof me niks doet. Oh, yes, gold. Ja, dat ga ik ook nu weer gewoon goed zeggen. Goddammit. Dat ga ik namelijk ook helemaal verleren. En waarom? Ik had het van Isara dus. En aangezien dat allemaal over is, kan ik het nu weer normaal zeggen. Zonder dat iemand steeds maar zegt dat ik het better moet noemen. Oké.
Dus er zitten ook voordelen aan dat ze dingen kwijtraken. Oh shit! Waar de hel kom jij ineens vandaan? Oh. Oké. Okay. In elk geval hebben we alweer wat spul erbij. Tin, mooi. Hier ook nog wat rubies. Ja, mooi. Hier ook nog direct tin. Huh. Oh shit. Eens gravel op Mars is. Oh yes, flint. Oh ja, wacht, dat hadden we ook nodig. Kijk wat hier is. Een bandit mineshaft. Hé, hey, je mag er wat meer niet vandaan. Oh, oké. Okay. Heb ik iets van eten bij me? Nee, dat heb ik niet. Ik ga een cave in en ik neem mee geen eten. Well, fuck logic. Dat is echt de Osiris logica. Oh, mooi. Nog weer een halve diamond erbij. Hihi. Ja, ik weet het. Klinkt een beetje vreemd, maar het klopt wel. Het is een halve diamond waard, dus. Ik ga trouwens denk ik ook Big Tick 1 heel uur doen. Dat vind ik vind het echt geweldig van de nieuwe modpack, dat Big Dick van de nieuwe Technic Launcher. Er zitten zoveel mods in en er zitten ook een aantal dingen van Tekkit in. Ik begrijp Big Dick nu al gedeeltelijk hoor. Echt waar. Industrial Craft 2 zit erin. Er zit gewoon ook echt een quarry in. Quarry gaan wij ook nog wel hier in mei maken. Dus. Oké. Okay. Zo. Het is een zombie zonder hoofd. Chest. Nice. Lekker dan. Redstone. Oh, daar ben ik echt blij mee. Hele diamond erbij verzameld. Hier direct. Goddammit. Mooi. Ik heb nu eigenlijk al anderhalve diamond. Die rails neem ik ook mee, want die kan ik namelijk niet zelf maken. Want dan moet je namelijk kool koken en dat crasht voor mij altijd. Ook gewoon op de ticket server die ik heb. Het crasht gewoon. Dan crasht niet de server, maar dan crasht de persoon die in de buurt ervan is of die het ziet. Dus ja, vandaar dat ik dus nog nooit zelf wil gaan proberen te maken. Dat is gewoon te. En nu kan ik ze gewoon condensen, want ze hebben een EMC-waarde. Oké. Okay. Moet meer mijnen, moet meer eten volgende keer meenemen. Sowieso eten. Mooi, koper. Altijd handig. Tenminste, voor mij is het altijd handig. Ik kan er nu al redelijk veel mee. Ik weet er al redelijk veel over wat je met koper kan en zo. Oh ja, als jullie trouwens ook willen dat ik een keertje Tekkit Light ga doen. Vraag het gewoon. Het kan goed uitpakken, het kan slecht uitpakken. Maar ja. Oh. Hier zit dus een gat van die mijn. Nou, handig.
Maar ja, niet geschoten is altijd mis. Dat wordt ook wel vaak gezegd. Dan zullen jullie niet erom vragen, dan weet ik ook nooit of jullie het al willen of niet. Het begint zelfs al nacht te worden. Ik moet nu echt snel terug naar mijn huis. Oké. Okay. Ik ben echt blij met het gold en zo, met alles wat ik heb gevonden in de mijn. Ook al uit de chest, dat is gewoon zo mooi, dat je gewoon chesten kan vinden. Die gewoon met een goede loot zitten. Echt, die redstone die ik er net in vond, was gewoon echt een perfecte loot. Ik bedoel, dat heb ik nodig. Dus ik kan meer met redstone in Tekkit dan in Minecraft. Gewoon doordat de machines... doordat je met machines... Ja, daardoor kan je gewoon redstone gebruiken. En die redstone, dat bedoel ik echt gewoon in de machines zelf verbruiken. Gewoon maken en zo, bij de machines maken. Oeps. Oké, ik weet wel een snelle oplossing. Om heel eventjes aan hout te komen, zodat ik echt even veel ervoor kan zorgen. Hello, and find it mine chef. I need some wood. Huh. Iets van dingen mee? Nope. Meer hout nodig. 3. Ik heb er 6 nodig in totaal. Dus 4. 5. 6. Oké. Okay. Hier omhoog. En daar is natuurlijk nog wat spul. Oké, in de eerste instantie zet ik hem gewoon neer. En daarna ga ik hem ergens in de muur doen of zo, of ergens in de vloer. Alright. Ik heb nog maar 7 minuten zelfs. Wauw. Dat betekent dat we in de 7 minuten al enorm veel hebben gedaan qua mijnen en zo. Nou, kom hier gewoon even in de muur. IJzer uiteraard meenemen. Oh. Het is een beetje makkelijk, als ik nu omhoog ga gaan hebben, dan zou ik waarschijnlijk net onder het land uitkomen. En dat is ook een beetje hetgeen wat ik wil, dus. Zand. Ook van... Yes! Oh yeah. Mooi, ah. Dit is echt gewoon perfect. Shit. Ik kan mijn bed niet uit. Een pickaxe in mijn hand. Wauw. Ik had de deur zelfs openstaan. En ze komen niet eens naar binnen. Wat zei dat nou weer voor... Ik had de deur speciaal voor hem laten openstaan en dan komen ze niet. Maar goed, de volgende sessie die zal, ja, de volgende Tekkit sessie, ik weet niet hoeveel sessie dat wordt, 4e of zo, 4e of 3e, nee 4e of 5e bedoel ik, dat is denk ik de aankomende Tekkit sessie.
Oké. Die hebben we nodig. En die ook nog. Yep. Oké. Nog even snel wat eten. En daarna nog wat snel even wat flint verzamelen als ik dat niet heb. Ja, die. En dan kan ik die ook in de dingen douwen. Douw ik deze ook direct bij. Oké, eten. Eten. Oké. Wacht even, we zijn nog al met deze drie. Kom aan. Duurt het lang. Ik ga een ex. Nee, ik ga een. Wat is een ding nou? Ik heb altijd die naam, hè? Shovel maken. Dat ging ik doen. Zo. Heel even snel de mijn in. Dan ga ik daar snel eventjes wat. Ja, wat voor het gravel even omtoveren. Oké, okay, we hebben genoeg gravel. Nou, flint bedoel ik. Sorry. Nou, gravel kunnen we ook al goed gebruiken hoor, dus. Oké, rennen. We gaan als eerste direct zorgen voor de macerator. Daarna voor coal dust. Solar panel. En dan kunnen we eigenlijk direct overal voor zorgen. Dus. Even kijken. Die. Die en die. Die in elk geval al. Die daar. Die daar. Cobblestone ernaast. Dan flint erboven. Mooi. Dan hebben we nu eindelijk onze macerator. Oké. Okay. Macerator dump ik op dit moment nog even hier. Ik krijg twee dingetjes zo in Skype. Maurice, kap nou eens. Ach, daar zit nu een site in de chat te spammen. Maar beste kijkers, over 2 minuten stoppen we al met het eerste deel van de sessie. Ik weet, het is echt enorm snel gegaan. Ja. Ik ga natuurlijk op zoek naar meer redstone en zo in de volgende sessie, want dat gaan we nodig hebben. Mooi, die hebben we ook nodig. Oh, mooi, sapling. En ja, laatste minuut. Dus alles iedereen, we zien jullie tijdens de volgende sessie weer terug. De volgende sessie wordt, even denken. Ah ja, die Summatory Dreams, dat wordt de volgende sessie. Dus alles iedereen, ik hoop dat jullie hebben genoten van de eerste Tekkit sessie. In de volgende Tekkit sessie gaan we verder op dezelfde wereld. Ik ga niks doen tussen de sessies aan deze wereld. Dus het gaat heel erg leuk worden. Jullie gaan zien hoe ik verder ga werken aan de redstone en zo. Hoe ik dingetjes ga verzamelen. En ja. Alles iedereen. Wauw. Ik zat gewoon daar heel dicht tegenaan. Maar ik zat met shift, dus. Is goed. Alles iedereen. Tot de volgende. Nou ja, tot. Tot bij Summatory Dreams, dus de volgende sessie, dus tot zo.